Grappig, ik weet ook niet waar ik mee bezig was. Maar hoi iedereen! Ik weet niet waarom ik dit filmpje maak, maar ik had ineens zin om te filmen. Wat ik vandaag allemaal heb meegemaakt, wil je echt niet weten. Oké, vertel het je. Ook al wil je niet weten, weet ik me niet. Ga je het jullie toch vertellen. Ja, sorry hier. Ik heb die met ketchup gegeten, dus. We gaan het eruit aan doen, hoor. Hey. Ja, oké. Okay. Ja, knoop houden. Ja, ben je. Oké, wat ik allemaal heb meegemaakt is. Ik ging naar het ziekenhuis. Nou, wacht. We hebben doorgespoeld. We gingen eerst met de metro. Maar we moesten precies de metro, want het is een soort M54. Ja, zo in de trein. Metro nummer. M54. En M54 moesten we hebben. Maar toen we erin zaten, gingen we helemaal de verkeerde route. Dus toen we midden in. Hoe kan je dat zeggen? Midden bij bussen. Metrohalte. Dus Centraal Station daar. En dan heb je hier bijvoorbeeld Hellendrecht of zo. Hellendrecht station, blablabla. En dan helemaal daar weer verder. Dus je zat precies midden in de. Ja, bij Halte. Maar dus, toen waren we erachter gekomen dat het hij de verkeerde route ging. Dus moesten we helemaal uitstappen. Was ik maar met de jas onder. Dit heb ik wel een beetje, maar ja. Dus ik had de jas. En dit. En het regende zo hard. En ik had nog. Wacht, ik ga die schoenen gelijk erbij halen. En ik had nog deze schoenen aan, hè. Dus kijk. Wacht hier hoor. Flashlight. Dus kijk. Dus hier. Kom, als je ging lopen toch. Soms is er nog een beetje water op de grond. Als je loopt, dan komen er nog spetters. Maar die spetters komen hier in zo. Plits, plits. Dus mijn hele sok werd nat aan de achterkant. En mijn sok werd helemaal aan de achterkant nat. Dus wij maar lopen. Dus uiteindelijk zagen we een vrouw. En die vrouw ging ons helpen. Maar dus toen hadden we een bushalte gevonden. Waar we heen moesten. Oh fuck. Ja, waarom ik pijn heb, dan ga ik jullie laten vertellen. Maar dus, we gaan verder. Ja, we waren bij een bushalte naar de bus. We moesten de juiste bus hebben. Dus gingen we naar het ziekenhuis. Wat er bij het ziekenhuis gebeurde. Loop op de trap, 5 of 4 treden. Nee, niet zo ongeveer. 2 verdiepingen waren er, dus 4 van die trappen. Dus ik lopen. Had ik mijn voet verstuikt. Ging ik zo verder lopen. Moest ik ook nog. Nou, eigenlijk is dat niet zo erg. Oké, maar moest ik me melden dat ik er ben, bla bla. Oké, uiteindelijk. Kevin, u bent aan de beurt. Dus er is hele toestand over mijn beugel. Ze zeiden allemaal van, nee, eerst moet die tand eruit getrokken worden, dan ga ik die potjes plaatsen. Maar toen zei die ziekenhuis weer, nee, want eerst, ik weet niet of dat moet, maar die beugel zit er al in. Ja, ik heb hier een achterbeug, kijk. Fuck. Dus, toen zei ze, ja, die beugel zit er al in. En die plakt aan die tand. Ja, want ze hebben toch lijf gezet. Dus plak dan niet dan. Ja, maar trek het er nou maar uit of zo. Dan moet ik helemaal weer naar de ortho gaan. De ortho zegt, nee, eerst is dat. En dan ging ik weer naar het ziekenhuis toe. En raad is, ze hebben mijn kies uitgetrokken. Ik ga mijn kies erbij pakken. Als je het niet wil zien, dan zou ik even je hand ervoor doen. Of zoiets, of iets eten pakken of zo. Dan zeg ik wel wanneer, Oké, hier is de tand. Kijk, dit is de tand.
Wacht even hoor. Oké. Dit is de tand. Ja. Nou, waar gaan we weg doen hoor? Ik vind het zelf ook heel erg vies. Ik weet niet waar. Ik weet het, het is mijn eigen tand, maar alsnog. Oké, dan gaan we verder. Oh, ik heb ook zo'n speciaal spijtje voor gekregen. Ik weet niet voor wat, maar ja. Mono, je hebt ik weet het niet. Oké, dan gaan we verder. Dus, ze hebben mijn tand eruit getrokken. Je hoeft niet te... Doe maar weer je camera dicht als je het niet wilt zien. Maar ze hebben het gehecht. Ja, gehecht. En het doet nog steeds pijn. En ik heb een paracetamol genomen en nu doet het niet echt pijn. Dus gingen we weg. Weer met mijn natte sokken. Moest ik helemaal van. Even kijken hoor. Wacht even denken. Helemaal van het station naar mijn huis gaan. In mijn eentje. Ik zat op mijn telefoon te spelen. Ineens. Ik ben verder dan de halte. Wat moet ik doen? Ik zou van kijken. Is er nog een halte waar ik instappen, overstappen, bla bla. Heeft u een... Dus toen was ik thuis gekomen. Echt. Deze dag. Fuck you, dood. Ik hoop dat jullie nooit zo'n dag kijken. Wacht, welke dag is het? Even kijken hoor. Wait a minute. Het is dinsdag. Wait a minute, let me take you. Maar ja, dat was mijn dag. Wil je echt niet meemaken. Maar voor alvast, tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie... Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben gehad. Niet zoals ik. En tot de volgende keer. Maar weer... Thank you.